Ter gelegenheid van de Lintjesregen 2016 ontvingen op dinsdag 26 april een drietal Tielenaren een koninklijke onderscheiding. Ze werden alle lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Beenakker reikte de versierselen behorende bij de onderscheiding in de raadzaal van Tiel uit. Het gaat om mevrouw de Bolster Moret. Mevrouw de Bolster zet zich op tal van terreinen in voor het welzijn van ouderen. Mevrouw van Til van der Brink. Mevrouw van Til is een actieve duizendpoot op het gebied van ouderenzorg en welzijn. En de heer Bennis. De heer Bennis is actief in de zorg voor de Stichting Mozaïek en voor de ANWB.